the Slam School Awards. Battle of Heroes. Ja, daar zijn we dan. We zijn met de Slam op zoek naar de beste school van Nederland, de Slam School Awards. En we zijn op dit moment in Veenendaal, bij het CSV Veenendaal, om te kijken waarom deze school nou zo goed is. En of ze natuurlijk al hebben gestemd. Ik ben benieuwd. En misschien hebben ze ook wel koffie. Sanne, wat maakt deze school nou zo leuk? We hebben heel veel talent. We mogen altijd later de les in. Ja, we mogen later de les in soms. Heb je al gestemd? Ja, tuurlijk. Iedereen heeft al gestemd. En Iris, wat maakt deze school nou het allergekste waarom jij zegt van daarom moet deze school door naar de finale? We hebben echt van alles hier en dat maakt het juist echt heel tof. En hoe zijn de schoolfeestjes? Ja, superleuk. Deze donderdag krijgen we Headhunters. En we hebben al meer beroemdheden hier op school gehad, dus dat is echt heel tof. En wat is nou het ergste wat jij ooit op school hebt uitgehaald? Nou, eigenlijk niet, nee. Ik ben eigenlijk best wel een braaf. We hebben wel gestemd. Ja, tuurlijk. CSV Veenendaal, laat je horen voor de Slam School Awards nu! Het leuke aan zo'n school is, CSV Veenendaal, ik stiekem ook een beetje wordt omgekocht met een frikandellenbroodje, maar goed. Lekker. Ja, het is natuurlijk leuk om een volle aula te gaan ondervragen, maar het is natuurlijk nog leuker om op de Slam School Awards ook echt een klas te gaan overvallen. Dus ik zou zeggen, we gaan even gewoon naar binnen in een klas. Lijkt me misschien nog wel wat leuker. Goedemiddag. Vertel eens, wie ben jij? Ik ben Dieneke. Dieneke, je klas is vrij stil, maar ben hier voor de Slam School Awards. Hebben jullie al gestemd? Ja. Vertel jij eens even waarom CSV Veenendaal zo'n leuke klas is. Nou, het is hier altijd heel gezellig en goede docenten. Ja, en we hebben altijd leuke klassen, dus dat is wel heel leuk. Heeft de rest ook al gestemd? Ja! Nou heb ik een aantal keer gehoord dat het een ontzettend leuke school is, maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het in de keuken gesteld is, want ze hebben hier een speciale keuken op het CSV Veenendaal, waarin ze wel hele bijzondere dingen aan het maken zijn. Wat zijn jullie aan het maken hier? Aardappelkroketjes. En wanneer zijn die klaar? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Hebben jullie al gestemd op de Slam School Awards? Vertel jij eens waarom jullie school de leukste is. Nou, het heeft allemaal speciale dingen zoals een restaurant en dat hebben de meeste scholen niet. Nou, hier op het CSV Veenendaal zijn ze lekker bezig. Genoeg stemmen verzameld. Wil je nou ook dat jouw school kans maakt op die Slam School Awards? Ga dan nu naar de site www.slamschoolawards.nl. Geef je school op en verzamel genoeg stemmen, want dan maak je kans op die finale in de HMH. En verzin een goede actie voor Artsen zonder Grenzen, want ook daar kun je goede prijzen mee winnen. Check de site voor alle info. En de koffie hier, die was lekker. Dus ik hoop ook bij de volgende school. The Slam School Awards. Battle of Heroes.